Zondag de 22e april, een beetje winderige kampeerdagen ANWB hier ergens vlakbij Amsterdam. En ik wil u even voorstellen aan iemand van Natuurkampeerterreinen. En deze dame, haar naam is... Ik ben Nada Blanke. Dag Nada. Hallo. We hadden al een hele discussie over milieu en dergelijke, maar ja. Voordat we daarin gaan, zou je wat meer kunnen vertellen over Natuurkampeerterreinen? Ja, natuurlijk. Natuurkampeerterreinen zijn kleinschalige kampeerterreinen midden in de natuur, waar je nog lekker rustig kunt kamperen. Met eenvoudige voorzieningen, maar wel goede voorzieningen. En waar, waar je nog echt kunt genieten van de natuur kunt beleven. Geen radio's, geen drukke lawaai. Dat is eigenlijk natuurkampeer. Heerlijk terug naar de kern, hè? Ja, precies. Ik vind het een enorme leuke ambiance en sfeer en ook de attitude die u heeft. Ik wil toch even spinnen naar de politiek waarvan u zegt, nou dat interesseert me het minste, maar u weet een klein beetje wat er aan de hand is op dit ogenblik. Ik heb het toevallig gisteren gehoord. Oké. Ja. En dat is natuurlijk ook statiegeld. Statiegeld, ja, ja. Punt meneer Atsma in de Tweede Kamer die het af wil schaffen of in ieder geval een aanraden doet. Ja, klopt. Kunt u daar misschien iets op ingaan? Wat is uw visie? Nou, ik hoorde het bericht en ik dacht, dit kan niet kloppen wat ik nu hoor. Hè? Want het is natuurlijk een tendens waarvan je zegt, nou dat kan natuurlijk absoluut niet zijn, mag absoluut niet zijn. Dus het is enorme verbazing toen ik gisteren hoorde dat hierover gesproken wordt. Ja. Wat ik net ook tegen u zei, of eigenlijk tegen uw collega. Ja, maar hoe serieus is dit voorstel? Want er wordt zoveel gelanceerd tegenwoordig. Ja. Waarvan je denkt van nou ja, laat maar. Maar ik begreep dat het toch wel heel erg aan de orde is. Aanstaande woensdag wordt er gestemd. Ja, precies. Ja, ja, ja. Nou, absoluut zijn we daar natuurlijk ook vanuit de natuurkampeerterreinen. Waar we het natuur natuurlijk zo verschrikkelijk belangrijk vinden. Ja. Heel erg op tegen. Ja. Want ik voorzie daar natuurlijk heel veel problemen als mensen... flessen niet meer terugbrengen, maar het gewoon overal kunnen neergooien, wat al te veel gebeurt. Ik zou het liever uitgebreid zien nog, hè. Als je kijkt op schoolroutes, wat daar allemaal ligt. Als we daar ook met statiegeld wat zouden doen, denk ik dat er heel veel meer nog ingeleverd zou worden dan wat er nu allemaal langs de weg ligt. Nou, ik vind het heel sportief dat u daarvoor uit wilt komen. We gaan gewoon het land in en we geven de volk nu een stem via social media en dergelijke. En we zijn er al lang van bewust dat statiegeld gewoon 98% goed werkende en te volgen systeem is. Waar een hele hoogwaardige monorecycling uit voortkomt. Ja. Wat misschien nog wel kan gebruikt worden voor de vries bijvoorbeeld die u aan heeft. Wilt u nog een website noemen waar mensen meer over natuurkampeertreinen? Zeker. Iedereen die geïnteresseerd is in kleinschalig rustig kamperen. Zowel voor tenten, caravans, campers. Die kan terecht op www.natuurkampeerterreinen.nl voor meer informatie. Heel goed. Dank u vriendelijk. Okay. U ook heel veel succes. Dank u wel. Dit videootje komt op www.koengroen.nl, dan kunt u het terugzien. Eens kijken. En heel veel succes. Hartstikke, jullie ook. Dank u wel. Oké. Mevrouw.